als ik naar de post ging, dan nam ik ook spulletjes mee waar Henk om gevraagd had voor de radio, voor de zender. Want daar werd natuurlijk ook geknutseld. Henk die had een apart huisje, zeg maar, een aparte kamer achter het huis, naast de werkplaats. En daar lagen zijn spullen in. Maar de Duitsers hadden de deur en het raam verzegeld. Maar alleen aan de sluitkant. Wat deden wij? De pinnetjes uit de scharnieren. En dan hield vader het deurtje vast. Ik naar binnen. Het raampje weer dicht. Totdat ik klaar was. Totdat ik de spulletje... Want ik had ook als liefhebberij radiotechniek. Dus ik wist als mijn broer het over condensator zat of over weerstandjes, dan wist ik waar ik moest zoeken. Dus ik was op die morgen in dat kamertje. En toen kwam op een gegeven ogenblik Jan van Rij, ook van de ondergrondse. Die was bij Jan Smit ondergedoken. Jan Smit in de Essenstraat. Dus Jan van Rij die kwam 's morgens. En Leo, je mag vandaag absoluut niet op de post komen. En nou 's morgens was bij ons een Naantje Verdaasdonk, noemden wij ze. De groentevrouw, die was groente komen brengen bij mijn moeder. En die had gezegd, het lijkt wel of de Engelsen op de rit zitten. Want er is vanmorgen zo geschoten. Bij ons aan de voordeur kwam meneer Verhoeven, het hoofd van de school. En moeder deed open. Jullie en Henk, die zitten toch niet op de vloeiweide, hè? Waarom? Nou, ja, daar is wat gebeurd. Nou. Dus wij wisten dat er iets fout zat. En toen ben ik 's middags naar een persoon gegaan die had kennissen daar in de buurt wonen. En daar ben ik dus naartoe gegaan en ik zei, God, ga eens informeren, ga eens kijken wat er gebeurd is. Want wij horen nou allemaal zulke gekke dingen. En die kwam 's avonds zeggen, ja, allemaal, het is allemaal, het is, ja, de post is overvallen. En toen wisten we nog niet precies hoe en wat, maar we wisten wel dat Henk er niet meer was. Nee. S'avonds kwam de politie, van de Bredaarse politie, en die kwam, die vroeg aan moeder, weet u waar de zoon is? En ja, want je wist niet wie je kon vertrouwen. En toen zei moeder, nee, dat weet ik niet. Maar ik heb wel vreemde verhalen gehoord. En wat zijn dan die verhalen? Ja, dat hij er niet meer is, dat hij op de vloerweide gesneuveld is. En ja, dat is zo, zegt hij. En toen vroeg moeder, mag ik hem hebben, mag ik hem dan thuis halen? En toen dacht hij even na, ja, dat is goed. Dat mag. En toen is onze knecht, dat was Kees Maas, die is de andere dag met de douwwagen naar Rijsbergen gelopen. Daar onder toezicht van een dokter en de pastoor of en de politie. Want ja, daar lagen er 5, hè. Plus de familie neef, dus ze moesten precies weten dat ze de goede te pakken hadden. En dus onder toezicht van de dokter, et cetera, is de kist dus mee naar huis gekomen. En er was ook de dokter, onze huisdokter was er. Toen is Henk dus naar de werkplaats daarachter gereden en daar is de kist opengemaakt. En mijn heerbroer was ook thuis. En toen zei de dokter, nee, je mag niemand meer zien. Dus. Begrijp goed, de Duitsers waren woedend op hem. Want hij had Steinmeier doodgeschoten. Je weet,
de adjudant van de ortscommandant was Stijnmeijer. En die was in het huis gekomen bij neef met nog iemand. Neef, waar zijn die 17 man? En op dat gestommel is Henk ook wakker geworden. En die heeft zijn revolver gepakt. En die heeft... Dus maar ze hebben Henk hebben ze met het geweer. Dus ja, je kunt je het niet voorstellen, van de ene kant gelukkig. Maar wij mochten hem niet meer zien. En moeder ook niet. En die vond het vreselijk. Die vond het vreselijk dat ze... Maar ja, het mocht niet. En toen is je dezelfde middag nog begraven. Wij hebben de verrader gezien, hè? Heb ik ook gezien. De dag tevoren komt er een man die zegt dat hij uit een ziekenhuis ontsnapt is in Nijmegen of Arnhem. En hij zocht een binnenweg naar Antwerpen. Ik zei tegen hem toen, ja, die man die ziet er veel te netjes uit om vluchteling te zijn. Het zinde hun ook niet, maar ze dorsten het eigenlijk niet aan. Dus ze hebben hem laten gaan. Maar achteraf hebben ze hem de s'avonds nog gezien bij de veldgendarmerie. Dus ze waren er niet gerust op. Dus alles stond klaar om de andere dag te vertrekken naar een andere plaats. Maar je hebt zomaar niet een plaats waar 17 mensen kunnen verblijven. Want anders dan waren ze dezelfde avond nog weggegaan. Maar dat moest nog geregeld worden. Toen wisten we nog geen naam, maar het was een zekere De Koster. Die in België ook veroordeeld is. Ook wegens verraad. Dus door bepaalde geruchten is het in Duitse handen gekomen. En ze hebben iemand erop uitgestuurd die moest kijken, is het inderdaad zo? Ja, en die zag natuurlijk verschillende knapen. We hadden een schuilkelder geraden bij Lomans. Ja, bij de buren, want daar hadden ze ruimte. En daar werd om een uur of vijf, komt Jopie, een van de dochters van Lomans. We zijn bevrijd. De Duitsers zijn op, zijn weg. Dus wij de schuilkelder uit. En ik weet niet of je weet waar ik toen woonde, maar dat is in de buurt van het Biermuseum. Ja. En toen ben ik langs het kerkhof gelopen. En aan de stadskant zeg maar, van het kerkhof, daar begonnen weer huizen. In de tuin, achter de muur, lagen soldaten met de Bren. En dan, toen zag ik Poland. Dus het waren Polen. Daar kreeg ik sigaretjes van. En toen wilde ik, oh ja, daar heb ik nog gezien dat er een Duitser in een chaise. En die werd aangehouden, die greep naar zijn handgranaat, pst, gelijk doodgeschoten, wordt gelijk neergeschoten. Hè? Maar toen wilde ik naar huis en dat mocht ik aanvankelijk niet, want ze waren niet van plan om verder te gaan. En nou ja, lang gezeurd en gedaan en toen mocht ik dan toch. En reden er ook een paar van tankwagentjes, zeg maar, reden er dus mee tot ik thuis was. Want ik had natuurlijk... Ik kon ook een verrader zijn, hè? Dat ik weer terug ga. Ik ben op de linie geweest, om het zo maar uit te drukken. En dus toen ik thuis was, gingen de wagens weer terug. Ik heb weken in de Poolse kantine gestaan. Polen werden overal ingekwartierd, hè? Nou ja, heel de buurt had één kwartiering. Wij hadden er ook twee. Mieta Kserenski en Jozef Saluk. Ik zal de namen nooit vergeten. En bij Lomans, een groot huis, en die hadden ook kamers over, zeg maar. En daar werd een Poolse kantine en Świdlica. Ja, als ik de Pool zie, dan kan ik... Kawa, dat is koffie. Papierossi, dat zijn sigaretten. En, nou ja, ik zei al net, Ile Kostoje, maar meestal kort is dat af, Ile.
En dan wisten ze genoeg hoeveel kost het. Ja. Begrijp goed, toen bij ons de bevrijding kwam, toen hebben wij meer gehuild dan gejuicht, laat ik het zo zeggen. Want dat was 3 weken tevoren, was de post overvallen. Dus het verdriet zat nog vrij diep